de prijsuitreiking van de vredesposterwedstrijd plaats in het Theehuis in het Odapark. Dit is een wedstrijd die ieder jaar wereldwijd wordt georganiseerd door de Lions Club. Ook de Venrijse Peelparel doet mee aan deze actie. Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen in Venray, evenals in een heleboel andere plaatsen in Nederland, maar over de hele wereld, samen nadenken en praten over vrede. Het maken van de poster is niet het doel, maar het middel om de kinderen samen te laten werken en na te laten denken, te laten praten over wat vrede voor hun inhoudt en hoe de vrede in de wereld dichterbij kan komen. Een bijzondere winnares. Is het uniek in de historie van de Lions wat hier staat te gebeuren? Nou, dan wil ik nu al een oorverdovend applaus voor de winnaar van de Peace Poster Contest 2017 en de winnaar, nou ja, de dubbele winnaar, want vorig jaar was ze ook al winnaar. Dat maakt dit jaar zo bijzonder. Gefeliciteerd, Eve Thielen. Ja, ik had het ook echt niet verwacht, maar ik ben wel heel blij. En hoe kan het nou dat je er voor de tweede keer hebt gewonnen? Want dat is wel heel bijzonder. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb gewoon allebei mijn best gedaan, maar ja. En kun je even vertellen wat je hebt getekend op je poster? Nou, ik heb een puzzel gemaakt dat alle en allemaal poppetjes van verschillende culturen, zodat alle landen en culturen samen moeten kunnen leven om zonder ruzie of oorlog. Er werden nog veel meer prijzen uitgereikt, waaronder de publieksprijs. Deze werd gewonnen door Isabelle van basisschool De Klimboom. En wat vind je er dan van dat zoveel mensen op jou hebben gestemd? Ik vind het heel lief en aardig en fijn. En kun je even vertellen wat jij op je poster hebt getekend? Ik heb getekend poppetjes op de rand. En die zijn bevriend met elkaar. En die zijn ook bevriend met de dieren die op mijn poster staan zijn. Alle posters zijn door een deskundige jury beoordeeld. Er was een zeer gegronde reden waarom de poster van Eve de winnende poster was. In de winnende poster zit heel erg veel symboliek. Het thema is heel goed uitgewerkt in de winnende poster. Er wordt duidelijk gemaakt dat mensen samenwerken aan vrede. Er zijn puzzelstukjes en je ziet twee verschillende handen die samen de puzzel leggen en de laatste ontbrekende stukjes invullen. Je ziet heel veel mensen van over de hele wereld zie je op de poster. Je ziet symbolen van alle wereldgodsdiensten zie je op de poster. Dus de symboliek is heel erg goed uitgewerkt. Dus daarom heeft deze poster gewonnen. Wanneer haar poster door alle nationale rondes komt, gaat deze naar New York. En die kans bestaat, want Eve heeft goed nagedacht over haar poster. Ja, eerst had ik een heel ander idee. En toen dacht ik van, ja, dat is toch niet echt zo heel leuk. En toen heb ik dit verzonnen.